Deze video gaat over het aanmaken van een solid vanuit een DXF in Edgecam Designer. We gaan het bestand inladen, de DXF. Doen dat even het bovenaanzicht. We zetten de lagen uit die we niet nodig hebben. We halen de lijn weg die we niet gebruiken. Nu gaan we hem omslaan. We willen meerdere selecties, een kettingselectie maken. We vullen daar een hoek in van 95. We selecteren de lijn aan de korte kant. En dan zal hij hem volgen tot aan het punt waar je hem weer aanklikt. We kiezen het centrum van de rotatie. Die staat in dit geval eigenlijk al goed. We kiezen de richting waar die gaat omslaan. Klikken erop. En we hebben een omslag gemaakt. Hij staat op Unite, zodat je een geheel krijgt. En we bevestigen hem nog een keer. Dan zien we dat er nog een vlak open staat. Die hebben we niet meegeselecteerd. Dan gaan we naar Surfaces. Kunnen we dan met Fill Holes kunnen we kiezen om dit vlak dicht te maken. Deze functie kan ook gebruikt worden om kapotte 3D-modellen te repareren. En op verschillende manieren. En zie hier het resultaat.